I'm in love with a friend, 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 friend. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Julie en vandaag ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is het belangrijkste? Liefde of vriendschap? Vriendschap. Vriendschap. Vriendschap, hè. Vriendschap. Vriendschap is meestal wel voor het leven. Een vriendin zal er altijd voor je zijn. Vrienden steunen je nu. Chicks before dicks. Dat is duidelijk, ze gingen allemaal voor vriendschap. Maar wat als je niet hoeft te kiezen? Je moet het juiste evenwicht vinden tussen je lief en je vrienden. Het is niet omdat je in een relatie zit dat je alleen nog maar dingen mag doen met je lief. Integendeel, jullie zouden elkaar gewoon verstikken. Laat je lief gewoon afspreken met zijn vrienden en doe net hetzelfde. Een goede evenwicht tussen liefde en vriendschap is één van de sleutels tot geluk. Maar wat als je verliefd wordt op een van je vrienden? Vertellen of niet? Een move maken of voor eeuwig zwijgen? Wacht, hè. Dat was al iets moeilijker om te kiezen. Het is ook niet simpel, want je hebt verschillende opties. De eerste optie is het gewoon vertellen en hopen dat het wederzijds is. Is het niet wederzijds, dan kan je alleen maar hopen dat deze bekentenis geen invloed heeft op je vriendschap. Optie 2 is om gewoon te zwijgen en te genieten van de vriendschappelijke momenten die jullie samen beleven. Onbeantwoorde liefde zal vroeg of laat wel uitdoven. En natuurlijk is er ook een derde optie en dat is de vriendschap opblazen. Ja, maar... ja. Nu, dat is redelijk drastisch, maar sommige mensen kiezen effectief voor optie 3. De conclusie van deze video: zorg dat je nooit moet kiezen tussen je lief en je vrienden. Zorg gewoon voor de perfecte evenwicht. En word je toch verliefd op een van je vrienden? Herbekijk deze video en trek zelf je conclusies. Zo, dit was de video voor vandaag. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.